Het eerste wat in jou opkwam is, ik moet iets in het water gooien vanaf hier. De Zebo Awards 2022. Nee! Niet die! Ik heb net gelogen. Ik heb namelijk toch een Valentijn. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. En het is vandaag alweer lekker vroeg. Ik ben zelfs al op de zaak geweest om een koffie te drinken. En ik ga nu richting de sportschool. Ik moest om 10 uur sporten, dus ik ben op tijd, want ik ben al in Haarlem. Hey jongens, wauw. Ik heb dit bijna nooit, maar ik ben nu nog eigenlijk een beetje, nog steeds een beetje brakkig van mijn verjaardag. Maar meestal heb ik dat nooit. Meestal dan ga ik gewoon, weet je, dan heb ik een drankje gedaan en dan word ik wakker. En dan voel je natuurlijk wel dat je hebt gedronken, maar dan is het niet zo heftig. Maar ik heb nu gewoon 2 dagen ben ik gewoon een beetje wakker. Maar jongens, ik heb echt een hele leuke verjaardag gehad. En ik ben niet heel erg van mijn verjaardag vieren. Maar we hebben gewoon heel spontaan, heb ik gewoon een paar mensen uitgenodigd. Het is uiteindelijk een hartstikke leuke soort van feestje geworden. Dus het was heel gekkigheid en het was heel erg leuk. Dus En nu is het tijd om die alcohol en dat slechte eten er weer af te sporten. Oké, jongens, ik heb een probleem. Ik ging net wegen, komt ie. Mijn god. Jullie zagen het misschien niet op beeld, maar 86 kilo. Man. Hier bij Helpen Bas zit ook een diëtist, dus ik heb eventjes contact met haar opgenomen. Ik ga binnenkort gewoon eventjes een heel voedingsschema maken, kijken wat goed voor me is. En gewoon even afvallen, want ik ben 86 kilo, dat is echt heel veel. Ik ben even langs de zaak geweest, maar kijk eens wat er achterin ligt. Gordijnen! Voor in de woonkamer. We krijgen bij die 2 kleine raampjes en bij het grote raam krijgen we gordijnen. Alleen één dingetje, zo'n hele bak waar je het aan kan ophangen, die past niet in mijn auto. Dus dat was nog wel even een dingetje hoe we die naar huis krijgen. Dus, maar wel zullen we wel gordijnen hebben, dat wordt ook zo'n stuk mooier. Jongens, moet je eens even kijken. De bierpongtafel staat er gewoon op. Het ziet er wel leuk uit ofzo. Die bierpongtafel? Ja, nog alleen maar gewoon meer de sfeer, zodat er een beetje zo'n sleertje hangt. Ja, het is wel leuk. Plant. Hey, ik was net bijvoorbeeld op de zaak en we hadden iets uitgekozen. We willen hier zeg maar zo'n lange kast gaan doen, maar dat zag er echt wel vet uit. En helemaal van zwart hout. Hey, ik ben echt blij met die plant. Ja, het is mooi. Alleen, kijk, dit is een metertje die geeft aan hoeveel water er zeg maar in moet. Alleen, ik heb er gisteren water in gedaan, maar ik snap nog niet helemaal zeg maar wanneer die nou goed is. Hij zei iets van... Het rode dingetje komt een beetje omhoog of zo. Ja, tot inging, tot max en dan daalt hij erna weer. Maar nu moet er meer in, want het rode hij moet dus hij nog voller. Hij gaat nu weer richting de min. Ja, dus hij moet dus voller. Hij is nog wel goed. Maar ik heb gisteren echt 3 bidons erin gegooid. Ja, wat een suiker! Het is een grote plant. Wat een grote plant. Het is een grote plant. Jongens, ik ben net mijn vlog aan het editen en ik vind hem echt zelf, vind ik hem echt leuk. Met die stripper ook. Oh. Wat een avond was dat, jongens. Ah, het was wel leuk! Nou, ik heb echt enorm gelachen. Ja, ik ook. Maar wat niet in de vlog te zien is zeg maar dat Bas als eerste, toen jij geblinddoek was, ja, op jouw schoot ging zitten met dat vieze stripper. Ja, dat is niet gefilmd, want ik weet, zeg maar, ik moet eerlijk zeggen, ik was ook echt wel een beetje dronken. Dus ik weet ook niet meer hoe het precies allemaal is. Hoe ziet het eruit zien? Hoe Bas is gegaan? Ja, ik denk dat hier meteen een mag hebben. Dat wil ik wel zien. Bas is ook zo gek, hè? Ik weet nog wel, dat ik op dat moment dacht dat het nog een mannelijke stripper was. Ik dacht, nee, jullie hebben toch niet een mannelijke stripper gedaan? Oh, wat een avond. Mijn vlog is geëdit en straks om 4 uur komt Stefan met zijn stagiaire en dan gaan we een video opnemen. We gaan een video opnemen voor Stefans kanaal, dat we een nummer gaan maken, maar echt fucking slecht. Gewoon echt expres heel slecht maken. En dan gaat Stefan, die gaat zeg maar zingen, maar ik ga dan voor Stefan alles opnemen en zo. En dan gaat hij het later naar YouTubers sturen, kijken of die eerlijk tegen hem zijn van, yo, Steve, dit is gewoon echt een fucking slecht nummer. Of dat ze dan zeggen van ja man, lijkt me leuk om ook erop te gaan. Dus ja, die video. Maar dat komt binnenkort op Stefans kanaal. Dus die is hier straks op 4 uur. Dus het wordt gezellig. Ik heb voor jou een verrassing. Oeh. Ik wil iets leuks doen. Ik had het andere tape. Dat heb ik al heel strak gehad, maar deze is echt heel strak. Oh, dat is leuk. Dus jij mag... 3, 2... Ah! Nou, vang wel mee. Ah, nee, dit is pijn. Oh, is het rood? Een beetje, maar er zit allemaal nog lijm, zeg maar. Oh ja, het doet echt pijn. Je moet je even eraf schrubben, want die blijft dan zitten. Dat af. Oh. Nou, leuk dat je bent. Alsjeblieft, ja. Jongens, ik was net sporten vanochtend en toen ging ik op de weegschaal staan. Oké, ik heb een gokje. 85,2. Ik zit heel van jouw hoofd te kijken toen Willem dat zei. Ik denk dat het... Net iets minder misschien. Nee, dit is meer. 86. 86,5. De lul. What the fuck is dit? Ja, ik zweer het. 86,5. Ja, dus ik dacht misschien is het wel grappig als je dan zegt dat mensen van
Ah! Oh, fuck. Hoezo zag je me staan? Waar zag je me staan? Ah, kijk, als je hier loopt, is zeg maar weer spiegeling hierin. Fuck. Ik zag even waar je zo staan. Fuck! Maar ik had niet verwacht dat jij het was, dus ik dacht er staat gewoon iemand. Oh. En ik ben fucking slim en ik speel ook allemaal horror games tegenwoordig, dus ik schrik ook niet meer van dingen. Zo, dat is wel echt lijp. Hé jongen. Het eerste wat in jou opkwam is, ik moet iets in het water gooien vanaf hier. Steve, dit luister, kan jij. Maar luister, wacht. Kijk, dit is een sinaasappel, dus dit wordt gewoon door de natuur. Dat maakt niet uit. Nee, dat maakt sowieso niet uit. Nee, je moet niet daar, je moet wel in het water, idioot. Je ziet het toch voor je neus zo vallen? Ja, doe dat nu. Doe. Gooi op. Oh, dat is al ver eigenlijk. Ze zien het niet. Oh, dat is een pis. Wat zou je doen dat nu bij zijn? Hey, kijk, er komen de meeuwen aan. Wordt er nou gefloten? Ja, iemand floot. Nou, mooi worp. Zo jongens, we zitten alweer heerlijk in de zon. We hebben zo hard gewerkt al. Ja, ik ben blij dat we een pauze hebben kunnen nemen. Ja, het is echt. Maar kijk, mensen die begrijpen soms niet dat YouTubers zijn gewoon echt zwaar is, hè. Dat is werken, dat is knokken en... Influencer zijn. Kijk, bijvoorbeeld, ik krijg nu bijvoorbeeld eigenlijk opeens een melding van dat ik iets nog moet doen. Weet je wel, het is best wel, je moet niet onderschatten dat het gewoon ook heel veel pressure is. Ja. En dan moet je bijvoorbeeld weer bedenken wat voor foto je gaat posten. En het lijkt allemaal heel makkelijk. Maar het is en dan helemaal wat je zegt, het lijkt. Weet je, dan wordt de foto bijvoorbeeld minder gelijk. En dan word je helemaal gek. Weet je, dan zit je in bij jou is dan meer views, weet je wel. Ja, en dan moet je bijvoorbeeld helemaal naar het buitenland, naar een superwarm land om content te maken. Ja, fucking kut. En dan denk je dat je daar gewoon op vakantie mag. Maar je moet gewoon heel veel foto's posten, weet je wel. Ja, en filmen, want zeg maar... Ja, wat mensen eigenlijk altijd al doen, zeg maar, weet je wel, wat iedereen altijd al doet, maar dan krijgen wij er dan voor betaald. En dat maakt het wel extra zwaar. Ja, want had je gezien dat bijvoorbeeld Gio en Jaren naar Dubai waren gegaan? Ja. Kijk, dat zij willen er eigenlijk helemaal niet naar Dubai, maar omdat het daar warm is en je veel content kan schieten, denken ze, nou, dan gaan we maar daarheen. Ja, plus, normale mensen, die moeten daar gewoon voor betalen. Ja. En wij, influencers, krijgen, maar dat geeft geen voldoening. Nee, en het geeft ook meer pressure dat je dan iets moet goed dat je dan moet naar doen. Je zin moet hebben. Weet je wel? Ja. En dat is best wel, ja... Heel veel mensen raken daar in een burn-out. Ja, nou, mooi dat we zo kunnen praten, Steve. Ja, dat wij dat wel... Ja, proost. Dat wel even duidelijk is dat het gewoon echt wel hard is. Dat het gewoon echt wel moeilijk is. Dus, maar die meiden die dan op influencers zijn op Instagram en die dan foto's posten, die zeggen hoe zwaar het is en de pressure van buitenaf. Dat is dus ook echt zo zwaar. Ja, jezus. Wat een troepgesprek. Ja, gast. Maar ik hoor het zo vaak van influencers die dan lopen te janken dat het zo'n zware baan is. Ja, ja. Ja, dat is gewoon niet waar. Nee, dat is niet waar. Nee. Ik vind het niet. Ik heb het niet. Nee. Nee, ik bedoel, niet iedereen kan het, want anders dan, als je het leuk vindt en je kan het, dan moet je het absoluut doen. Dat is fantastisch. Ja. Maar dat zeg ik niet. Het is fucking leuk. Ja, we vinden het ook heel leuk. Ik vind het ook leuk. En het kan wel hard werk zijn, maar het is niet zwaar. Nee. Het is niet zwaar. Nee, het is niet zwaar inderdaad. Kom op, zeg. Hallo. Yeah. Nou, het was gezellig. Maar jongen, kom maar jongen. Het was gezellig en ik hoop dat... Ja. Een goed nummer gemaakt, hoor. Ja, het was fantastisch. Oh, ik krijg op mijn smartphone. Oh, oké, doei Steve. Zo, Stefan is weer lekker mijn huis uit. En weet je wat ik ga doen? Ik ga op deze bank zitten en ik ga lekker Mokro Mafia kijken. Een hele goeie morgen. Morgen? Ja, middag. Het is eigenlijk echt een flink middag. Heel laat is dit. Ja, het is 4:30. Ja, het is 4:50, maar goed. Ik bedoel dan ook gewoon van, eigenlijk wil ik gewoon de vlog voor vandaag een beetje openen. Maar ik heb vandaag deze ochtend helemaal lekker rustig aangedaan. Ik heb lekker lang uitgeslapen. En als reden, omdat ik straks ga ik naar de Sepp Awards, daar ben ik de hele avond. En daarna ga ik uit in Amsterdam in Club R. Want vanavond is het dus 12 februari en dan is het De Nacht Staat Op. Dus we mogen weer uit. We mogen weer, mag. Mag het nou of niet? Nou ja. Ja, de gemeente wil het niet hebben natuurlijk. Nee, oké, dus eigenlijk officieel mag het niet. Maar de clubs gaan wel gewoon open. En ja, wij doen dan in principe niks fout, maar de clubs. Dus wij gaan gewoon. Zo, kijk eens even. Wimpy gaat gewoon met een Sepports gezellig. Ik heb een zwarte blouse aan. Met een zwarte broek en zwarte schoenen. Wat is het thema? En het thema is Colorful Black Tie. Maar zo kleurrijk zijn we allebei. Nee, maar ik heb nog wel waar zo'n dingetje. We moeten natuurlijk een beetje kleurrijk, wel als soort van in een pak, maar dan kleurrijk. Dus ik heb nog deze eroverheen. Dus ik denk dat het wel hartstikke leuk is. Maar let's go naar de Sepp Awards. Kijk, zo ziet het er dus uit. Ik vind het fantastisch kleurrijk. Zeker weten. Ja. Nee, ik vind dit goed. Toch? Dit is gewoon prima. Zeker. Maar vinden. Ja, Willem. Ik vroeg me dus even af, hè. Ik heb meegevraagd en ik vind het gezellig. Uh-huh. Maar voor wat ben je eigenlijk genomineerd? Of ben je überhaupt genomen hier?
Nee, kijk, ik zal je het uitleggen. Ja. Ik zal je het uitleggen. Ik ben... Er zijn twee films genomineerd. De Slijmfilm en De Schippers van de Chameleon. Ja. Allebei voor beste jeugdfilm. Ja. En ik heb allebei daar een rol in gespeeld. Dus okay. Ik ben niet direct stressgenomineerd, genomineerd. Maar, nee, maar ik heb er wel iets mee te maken, zeg maar. Zou het kunnen dat je naar het podium moet? Nee, nee, dat denk ik niet. Want ik sta niet ingeschreven als genomineerd, denk ik. Want ik kon ook maar later wat ingeschreven. Want ik was zeg maar te laat met aan. Oh, maar je bent nooit te laat. Daarom. Dat kan een keer gebeuren. Ja. Lachen, Rijn. Mooi, Rijn. Mooi. Rijn. Ja. Die gaat op de rode loper. Nou, trouwens, zullen we de groene lopen. Hij is niet rood. Nee. Oh, eerste keer. Lachen, Rijn. Ja, ja, ja. Ja, mooi, Rijn. We zijn er weer. Wim, was het nou voor jou de eerste keer dat je op de rode loper ging? Ik ben al 3 keer genomineerd. We gaan ontzettend veel awards. Waarvoor ben jij genomineerd? Jij bent genomineerd voor? Nee, jij kent ze. De 3 programma's waar nog steeds opgestemd kan worden. Beste huis. Wil je nog niet aanwezig? Als je te vergroot, je mag nog steeds stemmen straks. Het kan nog steeds. En wat is die andere keer? Want deze 3 programma's maken nog steeds... Je komt er niet op? Nee. Lang leven de liefde, weet je nog? Oh ja! Hey, leuk man! Het is zaterdagavond, 12 februari. Live vanuit Studio 21 zijn dit de Zeppo Awards 2022. Aan de ketting. Hey, let's go! Luister, hier kan ik short te veel. Short. De nog grotere slijmfilm. Hey, let's go! Let's go! Niet in de week, dat niet. Nee. Het is afgelopen, Wim. Het is tijd om naar huis te gaan. De afterparty viel een beetje tegen. Nee, dat was echt... Ja, ik vond het ook fucking gezellig. Waarom wil jij gaan? Nee, de afterparty viel een beetje tegen, dus we gaan lekker naar huis. En dan gaan we ons voorbereiden op het echte werk. Ja. Op het echte werk. Gaan we even gas geven. Ja, jongens, we moeten wel. Hidde, sorry als je dit ziet. Maar we moeten wel. We hebben thuis gaan eten. En we moeten straks uit. Ja, maar het maakt niet uit. Ik bedoel, het is niet dat je hemd die een beetje strak zit of zo. Nee, totaal niet. Het is echt niet dat je... Nee, echt totaal niet. Nee. Nee, ik heb ook geen last van. Nee, daarom. Nee, daarom. Dan maakt het er ook helemaal niet uit. Het is oké. Dan maakt het echt wel helemaal niet uit. Nou, doe nog maar het hele menu. Hallo? Die vrouw net die zei zo, je mag door naar het tweede raam. Beetje gek toch, of niet? Hoezo? Dit is toch het tweede raam? Ja, maar ze deed het zo. Hoezo vind je dat gek? Ja, weet ik niet. Ja, dat is ook maar een vraag. Nou, de bodem of de grond, waar jij het ook wil noemen, is waar ik vandaan kom. Geef uit op hoog niveau, beter blijf ik thuis, ik weet niet of je aan kan. En dan weet ik het niet meer. Oh. Wim, wat een mooi spul. Wim. Nou, ik vind het geweldig. Nee. Ze zeggen dat je het hoedje op moet als je het denkt. Wim. Dat ik het hoedje op moet zetten als ik... Komt ie. Oh. Wim. Jij ook, Wim. Ook het hoedje op. Oké. Okay. Ja, ik denk dus niet, jongens. Ik vind zo vies. Goor. Nee! Niet die! Gadverdamme, die moet ik niet! Hij schrikt ook helemaal van. Ja, ik denk, dan gooi je dat mee, already fried from the get-go. Alligators look like echo. Everything I do, they echo. Big facts, my bank on big man. My drip too wet, that's big. Jongens, we zijn er weer uit. Dat is te druk. Het was veel te druk. Ik zweem me helemaal aan de tyfus. Dat is te druk. We gaan lekker naar huis en we gaan thuis verder afmaken. Bas, op een schaal van 1 tot 10, hoe lang ben jij? 6,5. Ja, ik zit ook wel tegen een 6,5 aan. Zeg je eerlijk? We zijn weer thuis. Het was gezellig, het was druk, maar we zijn er weer. Bas! Goeie bom. Bas, die gaat een trucje doen, hoor. Zoekt hij op? Ja, hij zoekt. Maar wat is dat? Vink opbezitten. Wat is het? Avondtijd. Oh.
goed met je jongen. Zeg maar, dit was het trucje van Bas. Was dit jouw... vond je dit zelf een goed idee? Nee. Bas wilde een trucje doen. Een hele goede morgen. Wat leuk. Leuk dat je er bent. Wim kon niet binnen gisteren. Ik kan niet binnen, nee. Jammer. Ja, ik ben niet oud genoeg. Nee, we stonden in de rij en we stonden zeg maar gewoon op de lijst. En Wim die zei zijn naam en die kwam niet binnen. Er ging even iets mis. Nou, er is iets fout gegaan. Er is even iets mis gegaan, ja. Maar jongens, het was wel weer hartstikke gezellig. We hebben een leuke avond gehad. Dus ja. Wat is het, jongen? Ja, ik ben een beetje brak. Ben je een beetje brak? Ja. Maar dat is oké, hè? Ja, het is zeker oké. Mag. Nog. Het was een leuke avond. Daarom. Hey Bas, goedemorgen. Is dit van die val? Ja. Bas, heb je een bushokje gekocht? Hey, zit ook iets op je neus of niet? Ja, daar bovenop ook, ja. Maar zeg maar, waar was het trucje leuk voor eigenlijk? Jij zei van, ja, dit is een leuk trucje. Ja, want ik iets heel anders in mijn hoofd heb. Oh, nou nu heb je iets anders op je hoofd. Het ging niet zoals gepland. Ja, het ging niet zo. Nu heb je het niet in je hoofd, nu heb je het op je hoofd. Ja, mijn nek doet ook echt zoveel pijn. Oh. Heeft gewoon zijn nek gebroken. Jongens, zien jullie daar in de verte? De arena. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan er gewoon naartoe. Joris die heeft kaarten volgens mij voor mij en Ruben. Dus we gaan lekker naar de arena. En dan gaan we naar Ajax. Let's go. Nou jongens, we zijn er weer. Wat een gezelligheid met de mannen. Eet smakelijk. Het is lang geleden. Lang geleden, maar we mogen weer. Wow. Lekker. Alexander. Ja. Wanneer is het buitenspel? Als de bal gespeeld wordt. Yes? Ja. Ja, dat is goed. Dat is goed. Guten Morgen, sunshine. Maak hem af. Deze. Hoe gaat ie? Guten Morgen, guten sunshine. Ik weet niet hoe ja, ik heb echt geoefend. Nee jongens, goedemorgen. Het is vandaag een vroege dag. Ik ben al naar Haarlem geweest. Het is nu pas bijna 10 uur. Of het is 9:15 en ik ben al in Haarlem geweest. Moet je nagaan. Ik heb een koffietje gedaan op de zaak. En ja, dat eigenlijk. Ja, Willem is... Dat het heel vroeg is, gewoon 10 uur. Ja, oké, okay, maar ik ben ook al wel vroeg ergens heen geweest. Dus dan voelt het voor mij al wel vroeg. Mm-hmm. Wat heb jij een lekker ontbijtje zeg. Willem heeft al lekker gesport. Ja. Dat is een echte sterke man. Ik heb een shotje. Shotje erbij. Oh. Laatst was ik naar de fysio en toen hadden ze dus acupunctuur gedaan met die naaldjes en zo. Maar vandaag heb ik weer een afspraak om 3 uur in Haarlem. En dan ga ik gewoon eventjes controleren of alles weer, of het allemaal een beetje goed is. Zoals jullie vorige keer zagen is het taper afgetrokken. Maar ik heb gewoon nog steeds af en toe een beetje last. Dus ik wil gewoon dat het gefixt wordt. Want dan kan ik gaan hardlopen. En gaan sporten meer. En dan kan ik mijn rug weer trainen. En we moeten nieuwe bloemen kopen. En helemaal vandaag, want vandaag is het Valentijnsdag. En nou, mijn Valentijn die komt nu binnen. Valentijn, kom er binnen! Valentijn, kom maar binnen! Ik zit nu in de auto onderweg naar de fysio, maar ik hoop zo erg dat het een keer kan worden verholpen. Ik heb toen oefeningen meegekregen, die heb ik heel veel gedaan. En ik heb best wel rustig aangedaan. Ik heb niet hard gelopen. Ik heb niet echt dingen gedaan waardoor ik mijn rug zou belasten. En ik hoop gewoon dat het even een keer gewoon weggaat. Want het is best wel vermoeiend om de hele tijd pijn te hebben in je rug. Maar gewoon met zitten doet het pijn. In de auto doet het pijn. Gewoon op veel, echt bijna op elk moment van de dag. Weet je, je kan op, je, weet niet, ik krijg er heel weinig energie van als ik dan de hele tijd een beetje half pijn heb bij dingen die ik doe. Weet je, ik wil me gewoon goed voelen. Maar goed, we gaan er weer heen en ik ben benieuwd wat hij gaat zeggen en of hij het even weer een beetje los kan maken. We gaan het zien. Wat vroeg jij nou net? Waarom ik nu wel op tijd ben? Ja. Het is nu is het 3 uur, 's middags. En normaal gesproken moet ik om 9 uur zijn, 10 uur. Oh, gaan we zo beginnen? Ja, het is gewoon wat lastig, hit. Luister, ik vind het gewoon heel slap. Ik voel mij gepasseerd. Nee, dat is niet waar. Volgende keer zou ik echt flink op tijd komen, ik beloof het. Ga ik een half uur van tevoren, kom ik met een koffietje voor je en een broodje. Ga je dit online zetten? Ja. Jongens, ik moet iets bekennen. Ik heb net gelogen. Ik heb namelijk toch een Valentijn. En ik heb een bosje bloemen gekocht voor die persoon. En ik ga diegene straks verrassen. Dus laten we het doen. Yeah. Ja, Ruben. Oh nee, echt? Ik moet toch zeggen... Schatje, daar ga je het niet voor doen. Ik ben zo... Heb jij een bloemetje voor ons leggen? Nee, niet voor jou. Voor Valentijn. Ruben is niet voor jou, Wim. Ruben is mijn Valentijn. Oh. Wat? Of wilde jij... Oh. Wat is dit? Ga je vreemd eigenlijk dan, of niet? Ga je vreemd? Maar ik sliep vannacht bij jou. Dat was jij toch niet?
Fuck! Nou, ik was het ook niet, inderdaad. Ik was het wel. Dan, Willem. Dankjewel. Dat was hem weer voor deze video. Dus vond je nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, want we gaan nog steeds lekker. En dan zie ik jullie vrijdag om 6 uur weer terug. Later!